Ken je die video van Justin Bieber dat hij een pop zoemt? Ja. Toen dacht ik zo. Dat is geil. Tijdens de vlucht trok zet het mijn oortjes uit mijn oren van ja, lekker ding, waar hou je dan van in bed? Hey, supergoed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Schaamteloos. Ik wil alles van onze gasten weten. Taboes, stories, no shame, want jij hoeft je nergens voor te schamen. En vandaag in de aflevering... Hallo! Waar kennen de mensen jou van? Voornamelijk van Curvy Supermodel. Curvy Supermodel, ja. Denk Instagram. Instagram. En my friend. En your friend. Yeah. En ik vind het heel erg leuk, want wij hebben het nooit echt heel erg veel over seks gehad. Nee, echt niet. But today we're gonna talk about it! Want alle Dance for Life kijkers die hebben vragen achtergelaten en die gaan wij samen vandaag beantwoorden. Waar schaam jij je voor? Ik denk wel voor veel dingen eigenlijk. Ja? Mijn emoties. Dat ik denk, oh, ik wil niet dat mensen zien dat ik huil of iets. Ja, ik heb me ook wel eens geschaamd voor hoe ik eruit zie. Ik denk dat dat heel eerlijk nooit helemaal weg zal gaan. Mm-hmm. Er is altijd een soort plaatje waar je aan moet voldoen. We hebben tegenwoordig social media, waardoor je dus ook jezelf met alles en iedereen kan vergelijken. Want iedereen laat alles zien op het internet. En niet alles is ook echt. Ondanks dat je dat weet, ga je toch denken van ja, maar ik heb het niet. En dat relativeer ik altijd, want ik ben heel slank geweest. Ik ben ook wat zwaarder geweest. En uiteindelijk heeft dat nooit te maken met hoe ik me dus dan voel. Dus uiterlijk zegt dan wat dat betreft niet zoveel. Hoe was jouw eerste keer zoenen? Echt tongen. De volle wasmachine. Ja, ja, ja. Want dat was het de eerste keer. Ja? Maar ik weet het nog heel goed. Het was in een tienerdisco. En daar was de jongen. Ik vond hem heel knap. Hij was wel wat ouder. Ik denk dat hij 14, 15 was. En hij was, ik weet nog dat hij super lang was. En dat ik echt zo stond. En dat ik ook 100 keer in mijn hoofd hoorde, oké, ik ga nu voor het eerst tong zoenen. Had je er echt ook op voorbereid, soort van, die avond? Zo met op mijn hand doen alsof ik... Ken je die video van Justin Bieber dat hij een pop zoent? Ja. Hij zoende die pop, toen dacht ik zo. Dat is geil. Ja, okay. Toen dacht ik, nou zo wil ik echt zoenen. Het leek alsof ik in mijn eentje in die ruimte was met hem. Het is helemaal magic moment. En het was verschrikkelijk. Het ja? ging helemaal, het was zo... En toen weet ik nog echt dat ik in bed lag daarna. Dat ik echt dacht, wow, ik ben gewoon ontgroend. Yeah! Ik heb getonkt. En ging je dat dan ook aan je vriendinnen vertellen? Absoluut. Ik heb wel eens getonkt. Gisteren nog. Guy, ja, 81. Moest op meteen staan. Ik heb veel geoefend daarna. Wow. En over oefenen gesproken, dan krijg je op een gegeven moment vervolgstappen. Hè? Een beetje ja, naar seks. Honk 1, honk 2. Maar ik heb niet alleen gevingerd of zo of afgetrokken. Ik heb wel meteen bij mijn eerste keer seks dat ik ook alles meteen voor de eerste keer deed. Oh ja. En die eerste keer kwam alles gewoon samen. Ja. Wanneer begon jouw lichaam te veranderen? Ik was 9 of 10 toen ik voor het eerst ongesteld werd. En toen was ik ook helemaal in shock, want ik dacht, dat kan nog helemaal niet, ik ben veel te jong. Dus ik had van die oogmake-up watjes in mijn onderbroek gedaan. Ik dacht, ja, wat moet ik doen? Ik weet het niet. Toen heb ik mijn moeder ge-sms'd en mijn moeder zei, weet je wat je nou eigenlijk moet doen? Moet je even in het laadje kijken, daar liggen tampons. Die moet je er dan in doen. Toen zei ik, no way. Toen heeft mijn moeder een maandverband gekocht. Maar eigenlijk, ik had toen ook al wel borstjes en zo. Dus ja, ook een jaar of 9. En toen kreeg ik volgens mij ook al wel schaamhaar. Dus ik was ook wel de eerste in de klas. En ik werd ook wel een beetje gepest daarom of zo. Iedereen dacht dus dat het kwam omdat ik dan wat voller ben. Dat ik dus daarom borstjes had en zo. Oh ja. Met gym bijvoorbeeld, dan moet je douchen. En ik had als enige schaamhaar. Nou, dat durfde ik echt niet te laten zien. Dat durfde ik echt niet. Dus ik dacht, moet ik dat laten staan? Is dat normaal? Want ja, als je bijvoorbeeld video's ziet, daar is iedereen kaal geschoren. Toen dacht ik, nou, hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar? Dan mag er een heggeschakker. Ik was ook wel altijd de eerste van mijn vriendinnengroep. Jouw vriendinnen hebben meer aan jou gehad. Ja, ik denk wel. Ik hoop tenminste dat ze er wat aan hebben gehad. Nou, ik hoop het ook. Ja. Misschien jij ook. Misschien jij ook. Heb jij wel eens aan sexting gedaan? Ik weet nog wel eens dat ik dan met jongens aan het praten was en die wilden dat dan. Oh schat, ik ben zo geil. Ja, nee. Dan cringed ik altijd een beetje. Ja. Dacht ik van, dat zeg ik wel als ik je zie. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens dickpics gekregen dat ik echt dacht, nou, zo mooi is die niet, zeg maar. Ik hoef hem niet zo groot in beeld te hebben. Maar ik heb nooit echt, weet je wel, dat ik ging vertellen van, oh, ik wil dit met je doen of zo. Nee, precies.
Maar dat is ook persoonlijk hoor, want ik ken heel veel mensen die dat ook wel heel leuk vinden. Maar ik vind dat persoonlijk niet heel boeiend. En heb je wel eens iets negatiefs meegemaakt online? Ik heb één keer, dat vond ik wel een beetje naar, dat ik een filmpje kreeg dat iemand zich aan het aftrekken was op mijn foto. Maar had hij het zeg maar zo gefilmd en dan zag je zeg maar zijn laptop met jouw foto's erop? Juist. Dat had ik dus ook. Juist. Dat vond ik wel een beetje naar, maar ik moet toegeven, ik denk wel dat ik daar goed mee om kan gaan. Ja. En ja, offline, daar heb ik wel vaak last. Ja. Ik heb laatst best wel nare ervaring gehad in het vliegtuig. Dat ik naast twee dronken mannen in het vliegtuig werd gezet. Tijdens de vlucht trok ze het mijn oortjes uit mijn oren van... ja, lekker ding, waar hou je dan van in bed? En dat mijn eerste reactie was verstijven. Want ik dacht van oké, ik moet er doorheen zitten, weet je wel. Het is een vlucht van een uur. Beetje jezelf aanpraten van het is allemaal niet zo erg. Nee, overdrijf ik misschien niet gewoon, weet je wel. Dat je heel erg aan jezelf gaat twijfelen. Terwijl ik voelde me echt heel... bang en naar en vies. Maar je hebt dus niet uiteindelijk... Ja, zeker wel. Okay. Ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik zat en ik de eerste opmerking kreeg, vroeg ik aan de stewardess van, mag ik ergens anders zitten? Alleen omdat je moet stijgen en dan moet je dalen en zo moet je wachten tot je in de lucht bent. Het viel mij ook op dat iedereen zag dat ik alleen was en best wel vervelend vond en dat eigenlijk niemand wat zei. Oh. Dan merk je dus ook dat andere mensen het dus ook spannend vinden om daar iets van te zeggen. Het is heel fijn als iemand je daarin steunt, want ik ben een meisje en ik ben alleen en ik ben in het buitenland en dit waren twee oudere mannen. Dus uit zelfbescherming doe je maar lief glimlachen en zeg je nee, dankjewel. Terwijl eigenlijk ga je zwaar over mijn grens heen. Toen de stewardess gezegd, zei ik, mag ik alsjeblieft ergens anders zitten, want ze doen best wel vervelend tegen mij. En thank God, zij waren ontzettend lief. Zij hebben echt meteen mij helemaal vooraan het vliegtuig gezet. Ze hebben de mannen aangesproken. En toen dacht ik ook echt van wow, ik ben zo blij dat ik er wat van heb gezegd. Want en dat er wat mee gedaan wordt. Ja, en dat het serieus genomen wordt. Dat doe je ook niet bij een man. Dus doe dat ook niet bij een vrouw. Isa, dankjewel voor je fantastische tips en al je ervaringen en je verhalen. Juist. En voor de mensen thuis, heb je nog een vraag? Laat hem vooral in onze DM achter. Vergeet niet te volgen op Instagram en een leuke comment achter te laten. En tot de volgende!